Goedemorgen, bonjour en welkom vooral ook iedereen hier op de stand van BMW. Ik ben, zoals u kan zien op het scherm achter mij, één van beide hosts, maar ik heb nog een bevallige co-hoste, Julie Taton, n'est-ce pas Julie? Bonjour, bonjour tout le monde, goedemorgen. C'est un plaisir de vous retrouver ici, depuis le stand Bini. Donc on vous embrasse très fort et on souhaite également la bienvenue. Merci Julie. En effet, au cours des prochaines minutes, nous allons recevoir plusieurs personnalités qui nous parleront des nouveautés de W Group ici. Mais avant de découvrir tous ces mots, j'aimerais inviter Eddy Hazendonck, President and CEO de BMW Group Belux, à me rejoindre. Goedemorgen, Eddy. Goedemorgen, Jean. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au salon de l'auto et de la moto, mais tout d'abord, bonne année. Le salon de l'automobile est une fête pour les fans de l'automobile. En zoals jullie weten, de Belg gebruikt niet alleen zijn wagen voor de verplaatsingen, maar de Belg heeft nog steeds heel veel liefde en passie voor de automobiel. Daar kan ik wel degelijk van meespreken. Eddy, si quelqu'un est bien placé pour nous parler de BMW Group en Belgique et au Luxembourg, c'est bien vous. Comment l'année écoulée s'est-elle déroulée? Ben, je dirais qu'elle était très contrastée, mais que nous avons enregistré une fois de plus des records. Vous le savez, BMW et la Belgique, c'est une histoire d'amour qui dure depuis des années. L'année passée, on était de nouveau le numéro 1 dans le segment premium, et c'est déjà la sixième année consécutive. D'ailleurs, pendant deux mois consécutifs, nous étions même le numéro 1 dans le marché, toutes marques confondues. Is er een bepaalde reden voor dit succes? Zijn dat de verschillende nieuwe modellen? Is dat uw netwerk? Is dat het commerciële beleid? Aan wat ligt dat precies allemaal? Wel, het is duidelijk, het ligt aan meerdere zaken. Uiteraard hebben we onze schitterende modellen. We hebben een zeer uitgebreid gamma, maar er is meer dan dat. Vorig jaar hadden we de lancering van het uitgebreide X-gamma. Zo hadden we in het begin van het jaar, trouwens hier op het salon, de lancering van de eerste BMW X2. Daarnaast hadden we de BMW X4, de BMW X5, maar ook voor de eerste keer hadden we alle motoren beschikbaar voor de fantastische BMW X3. Het jaar hebben we afgesloten met de BMW 8X Coupé, die aan de high-end van ons gamma compleet maakte. Daarnaast hebben we ook gekozen eigenlijk al om van in midden van 2017 al onze wagens te homologeren volgens de nieuwe WLTP-normen. Zoals u weet, ons merk is altijd al pionier geweest op vlak van innovatie, veiligheid, milieu en vooral duurzaamheid. Onze klanten hebben onze transparantie meer dan weten te appreciëren. En daardoor hebben we ook in de tweede helft van het jaar onze verkoop aanzienlijk zien stijgen. Notre succès est aussi dû à l'écoute que nous faisons preuve vis-à-vis de nos clients. Nous avons lancé le programme BMW Mobility Shifters en septembre dernier. Ce service permet à nos clients professionnels de bénéficier d'une sorte d'audit en matière de besoins de mobilité et d'être conseillés en termes de leur meilleure solution de mobilité. Enfin, notre réseau de concessionnaires est sans aucun doute un pilier de notre réussite. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un réseau fort, fidèles, tournés vers le futur, mais ils sont aussi à l'écoute de leurs clients. Ce sont tous des entrepreneurs qui pensent en termes de futur et qui investissent en fonction de la vision de BMW Group, tant dans leurs concessions que dans leurs collaborateurs. C'est ainsi qu'en 2018, ils ont engagé pas moins de 100 techniciens supplémentaires. Ce qui mérite bien entendu plus d'une félicitation. Oké, dus als ik het goed begrijp, verbeter me dat het niet zo is, maar is 2018 redelijk vlekkeloos verlopen? Helaas, zoals ik al zei, 2018 was een bewogen jaar. Vooral de onzekerheid over de gewijzigde voertuiggerelateerde taxaties, onder andere voor de hybride wagens, heeft het ons eigenlijk wel moeilijk gemaakt. Daarboven, we hebben de indruk dat de diesel ondertussen al een publieke proces gekregen heeft. Maar we mogen uiteraard niet de fout maken om de oude, vervuilende diesels over dezelfde kant te scheren dan natuurlijk onze nieuwste generatie motoren, die uitgerust zijn met de nieuwste technologieën om de uitstoot van CO2, fijnstof en NOx tot een minimum te herleiden.
Maar het fantastische nieuws is dat BMW op vlak van elektrificatie, zowel in België als in Europa, de absolute leader was in het premium segment. Trouwens, in het kader van het programma Switch to Electric hebben vorig jaar niet meer dan 600 bedrijven de uitdaging aangegaan om een BMW i3 voor minstens 1 week in uw wagenpark te testen. Dus 600 bedrijven die absoluut al de echte experience van elektrisch rijden ondertussen ervaren hebben. Ik heb ergens gelezen, j'ai lu quelque part que les véhicules électriques sont au moins aussi durables que l'électricité qu'ils utilisent. Klopt dat ook? Logique, en effet. Cela commence même en amont, lors de la fabrication des véhicules. Pour BMW Group, la durabilité est un axe essentiel. Nous voulons que toutes nos usines soient neutres en énergie dès 2020. À Leipzig, déjà depuis 2013, l'usine est neutre en termes d'émissions. Nous y disposons même d'une ferme de batterie pour y stocker de l'énergie verte produite par les éoliens alimentant l'usine. En Belgique, nous avons aussi contribué à la durabilité. Toutes nos concessions travaillent dans le sens d'un label « bâtiment vert » pour lequel elles investissent en pas moins de 150 actions durables. Une d'entre elles est très concrète. Nous avons demandé à nos partenaires d'investir dans les panneaux solaires. Aujourd'hui déjà, plus de 50% ont des panneaux solaires sur les toits de leur concession et ils se sont engagés tous de le faire avant la fin 2020. Cela représente une production d'énergie de 1 350 000 kWh. Assez pour faire plus de 200 tours du monde en BMW i3. Hoe zit het met de toekomstige 100% elektrische modellen? Want dit waren straffe cijfers, maar laten we even in de toekomst kijken. Onze ingenieurs zijn bezig met de ontwikkeling van de nieuwste generatie batterijen. Deze zullen veel minder gebruik maken van de schaarse metalen. Op vlak van duurzaamheid hebben we al aangegeven dat we zeer ambitieus zijn. Tegen 2025 zal BMW niet minder dan 25 geëlektrificeerde modellen op de markt brengen, waarvan 12 100% elektrisch. Jullie hebben al kunnen kennismaken in de pers met de iX3, die gelanceerd wordt in 2021, maar evenzeer de BMW i4 en de BMW iNext. Allemaal succesverhalen waarmee we BMW i nog meer en verder in de markt zullen zetten. Eddy, je constate que BMW Group a été très performant en Belgique, mais quelle est la situation à l'international? Je pense que la même façon de le savoir, c'est de demander à mon patron de Munich, Jean Fliparin. Il nous accompagnera avec la toute nouvelle BMW Z4. Jean-Philippe, d'ailleurs, a dirigé notre filiale il y a quelques années et depuis 2 ans maintenant, il est responsable pour les ventes dans l'Europe entière. Wij staan er allemaal een kwartier verder op parking C of ergens anders, maar Jean-Philippe die zet hem hier gewoon in het midden van het autosalon. Goedemorgen, dag Jean-Philippe. Dat is een schone entree. De lentekriebels komen meteen helemaal terug boven bij het zien van deze Roadster. Absoluut. Goedemorgen, bonjour à tous en à toutes. Altijd een plezier hier op het autosalon te zijn. En ik moet zeggen, ja, dat is onze fantastische nieuwe BMW Z4 Roadster. En ik denk dat... zelf met een winterlijke atmosfeer. Ik denk dat de printemps va bientôt revenir. Ja, dus dit is een van de nieuwe modellen. Oui, absoluut. Dat is onze BMW Z4 Roadster. We hebben lang gewacht op de terugkeer van deze model. En dat is hier in het sportiefste versie, de M40i. Oké, alvorens we gaan praten over de verschillende nieuwigheden, kan u ons misschien iets meer vertellen over de resultaten van BMW Group het afgelopen jaar? Bien sûr, volontiers. En fait, nous avons eu une bonne année 2018. Nous avons enregistré de bons résultats. Notre marque BMW a progressé dans le monde de 1,8% et nous avons atteint les ventes de 2 125 026 véhicules vendus. Notre groupe BMW, Mini et Rolls-Royce a lui progressé de 1,1% et nous avons une très bonne répartition de nos ventes dans les trois régions, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Et je voudrais aussi souligner que nous avons la première place sur le segment premium dans la région Europe dont je m'occupe, grâce à d'excellentes performances, notamment sur le marché belge et sur le marché luxembourgeois. Ook ons resultaat in het geëlektrificeerde autosegment is echt fantastisch.
Vorig jaar, in 2018, hebben we onze doelstelling behaald en we hebben meer dan 140.000 geëlektrificeerde voertuigen verkocht. Dat is een stijging van bijna 40% ten opzichte van 2017. We zijn ook ervan overtuigd dat we kunnen deze heel goede trend verder zetten kunnen in 2019. Bij onze zustermerk Mini kijken we echt uit naar de komst van de Mini Electric. En bij BMW zetten we heel sterk in op 3 nieuwe BMW plug-in hybride versies die echt in de categorie echt hybride in België kunnen komen. Zowel de nieuwe BMW 7-reeks als de nieuwe BMW X5 krijgen een heel nieuwe motor met een 6 inline benzinemotor met een krachtigere batterij. Zo zal de BMW 7-reeks voortaan tot bijna 60 kilometer elektrisch kunnen rijden. En de BMW X5 zelfs tot 80 kilometer elektrisch kunnen rijden. En dan is er natuurlijk ook de plug-in hybride versie van de nieuwe BMW 3-reeks, ook met een 6-cylinder inline benzinemotor. En ook in de goede categorie, in de echt hybride categorie voor de Belgische markt. Fijne nieuwigheden allemaal. Ik denk, Jean-Philippe, dat het tijd is om die BMW 3-reeks misschien even voor te stellen aan iedereen hier in Brussel aanwezig. En natuurlijk ook alle mensen die nu live aan het mee zijn aan het kijken via onze Facebook Live. Zeker. Zo, dames en heren, ik ben heel blij u te kunnen tonen de nieuwe, de 7e generatie van de BMW 3-reeks, onze meest verkochte model. Bedankt. Het zal wel zijn. Die blinkt alleszins heel mooi. Hartelijk dank, meneer Parrain, voor uw komst en voor deze onthulling natuurlijk. Mag ik dan vervolgens vragen aan Gabriel Goffa, de commercieel directeur van BMW Belux, om ons wat meer uitleg te komen geven over dit model. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Zeer goed, dank u. Prachtig om hierbij te mogen zijn met zoveel mooie nieuwe producten. Depuis 40 ans, mesdames, messieurs, la BMW Serie 3 a été vendue à plus de 15 millions d'exemplaires. C'est dire si ce modèle est effectivement d'importance. La BMW Serie 3 a créé le segment des berlines sportives, dont elle est d'ailleurs toujours le numéro 1. Cette nouvelle génération bat vraiment tous les records. Plus athlétique, avec plus de présence, elle est particulièrement innovante. Croyez-moi, j'ai eu le plaisir de piloter la nouvelle BMW Série 3. Elle est vraiment la plus sportive des berlines dans son segment. Nous avons d'ailleurs amélioré son aérodynamisme afin d'en faire le meilleur dans sa catégorie. Nous avons aussi pu diminuer son poids de 55 kg par rapport à sa prédécesseuse. C'est pas mal. Et son train roulant entièrement nouveau diminue la consommation tout en améliorant les performances de conduite. Et en plus, j'ai une petite surprise, excellente nouvelle. J'ai le plaisir de vous annoncer que la version plug-in hybride de la nouvelle BMW Série 3 est dès à présent disponible à la vente. Dat is mooi, dat is mooi. Comment qualifieriez-vous son design? A-t-il beaucoup évolué par rapport au modèle précédent? Het exterieur, Sean, is een herinterpretatie van het iconische ontwerp van de sportberline in de nieuwe designtaal van BMW. Strakke lijnen en strak gemodelleerde oppervlakten die stralen moderne esthetiek, sportiviteit en emotie uit. Binnenin valt vooral op dat de cockpit zeer sterk om de bestuurder georiënteerd is. Ook niet onbelangrijk, de nieuwe intelligente persoonlijke assistent maakt zijn debuut aan boord van deze wagen en zorgt voor een communicatie tussen bestuurder en voertuig op het hoogste niveau. Het systeem registreert en interpreteert de voorkeuren van de individuele voertuiginstellingen van de bestuurder en diens mobiliteitsagenda. Dus connectiviteit ten top. Klinkt fantastisch. Wanneer mag ik die functies uitproberen? Ook binnenkort dan? Zeer binnenkort. Ik kijk er nu al naar uit eigenlijk. Maar er staat hier natuurlijk nog van alles anders nieuws te ontdekken op de BMW-stand. Laten we daar misschien het even over hebben. Absoluut. En allez, zij die vanmorgen buiten hebben gelopen, het is zo goed als winter. Maar ik denk dat iedereen ernaar uitkijkt om onze nieuwe twee open topmodellen te ontdekken. Allereerst natuurlijk de prachtige nieuwe BMW Z4 Roadster die Jean-Philippe zojuist heeft binnengereden. Net als de BMW 3-reeks beantwoordt dit model aan onze nieuwe designtaal.
Dus die grote air breathers van voor op de wagen vormen het startpunt van de taillelijn en de contouren van het oppervlak gaan langs de flanken over in een gespierde, gesculptuurde achterzijde. Autre nouveauté, mesdames, messieurs, donnant envie de partir vers le soleil, je vous présente en exclusivité la toute nouvelle BMW Serie 8 Cabriolet. Tout comme la version coupée qui a été lancée fin de l'an dernier, la BMW Serie 8 Cabriolet fait partie de notre ensemble offensif produit dans le haut de gamme. La version M850i X-Drive est particulièrement attirante avec son moteur 8 cylindres en V et de 530 chevaux. La BMW Serie 8 Cabrio positionne clairement BMW sur la carte des décapotables sportifs de luxe. C'est un vrai feu d'artifice, zou ik zeggen. Dat is vuurwerk vanaf hier te zien. D'autres atouts à nous présenter? Et évidemment, on est chez BMW. Puisque nous sommes d'ailleurs dans le segment de prestige, je vous propose d'y rester. Comme vous le savez, BMW a créé un autre segment il y a 20 ans, en lançant le premier Sports Activity Vehicle, la BMW X5. Depuis lors, notre gamme X n'a cessé de s'étendre avec notamment la X2 qui a été présentée ici même l'an dernier. Dit jaar heb ik het genoegen om u de gloednieuwe BMW X7 in première in België te presenteren. Dames en heren, de BMW X7. Dit is onze meest luxe variant in het BMW X-gamma, zoals de 7-reeks in het limousinesegment. De BMW X7 is de eerste auto die de présence, exclusiviteit en de ruimte van een luxe wagen combineert met de agiliteit en veelzijdige rij-eigenschappen die verwacht worden van een Sports Activity Vehicle. Ik vind hem, uiteraard spreekt voor zich, enorm indrukwekkend. Maar ik heb nog iets anders gehoord. Ik zou het nu eigenlijk moeten overgeven aan mijn co-host Julie, maar ik hoop dat ze nog even kan wachten, want Gabriel, ik heb horen zeggen dat jij toch een klein beetje jaloers was op Jean-Philippe toen hij hier daarnet zo kwam binnenrijden met de Roadster. Ja, absoluut. Toen ik Jean-Philippe in deze prachtige Z4 zag binnenrijden, was ik natuurlijk zeer jaloers. Dus mocht het kunnen, zou ik deze wagen zeer graag voor een ritje meenemen. Maar ik kijk hier even naar wie de baas is, maar ik heb hier eigenlijk niks te beslissen. Maar kijk, ik sta hier, ik heb de microfoon, dus ik beslis bij deze. Van mij mag jij nog een grotere exit maken dan Jean-Philippe, maar wel onder één voorwaarde. Die Z4 die heeft blijkbaar ook een slimme achteruitrijfunctie, zoals alle nieuwste BMW's, dat je erin gaat zitten en zonder handen hier buiten rijdt, achterwaarts. Ik ga dat proberen, dank u. Kijk, mama zonder handen, straks ook, hopelijk niet zonder tanden. Succes, Gabriel. Laat die handjes zien. Jawel, en daar gaat hij. Salut! Bye bye! Impressionant. Mesdames et messieurs, Gabriel Gaffois. Eddy, als je wilt er even terug komen bijstaan. We hebben net al een breed scala aan nieuwe producten gezien op de BMW en zo net ook de mini-stands. Maar mogen we dit jaar nog meer lanceringen verwachten? Zeker en vast. BMW zet haar productoffensief onverminderd voort. Om te beginnen op technologisch vlak. Zoals jullie ontdekt hebben al, de BMW 3-reeks, de nieuwe BMW 7-reeks en de BMW X5 komen later op het jaar met de nieuwste generatie plug-in hybrides en belangrijk voor de Belgische markt. Deze zullen voldoen aan de normen om geconsidereerd te worden als echte plug-in hybrids. Dus fiscaal zeer interessant. Daarnaast, belangrijk, volledige rijkwijde zal vergroten met 50 à 80%. Maar persoonlijk ben ik een absolute M-fan en het vreugt me dan ook om te zien dat ook ons M High Performance Gamma volgend jaar verder zal uitgebreid worden met de X3M, X4M en later op het jaar de M8 Coupé. Pour conclure, nos technologies sont à la pointe. Toutes nos modèles ont été homologués aux normes WLTP. Que ce soit des essences, des diesel ou des hybrides.
als ik het holistisch bekijk voor de hele sector, dan blijft de auto een heel belangrijke mobiliteitsschroef en een belangrijke factor in onze welvaart. Autobouwers zoals BMW en Mini worden altijd beter in het verduurzamen van de mobiliteit. We hebben een Efficient Dynamics programma al sinds 2007 en we hebben als hoogtepunt daarvan ecologische wagens zoals de BMW i3. Daarbovenop, gelukkig maar, blijft de Belg enorm geïnteresseerd in de automobiel. Zo brachten vorig jaar niet minder dan 540.000 mensen een bezoek aan het salon. Of met andere woorden, meer dan 1 op 20 Belgen waren hier aanwezig op het salon. Meer dan wat welke andere sector dan ook kan samenbrengen op één locatie. Nous sommes donc convaincus que l'avenir de l'industrie automobile et en particulier du segment premium est très prometteur et aussi bien en matière de réponse aux besoins de mobilité individuelle en Belgique comme ailleurs dans le monde. Merci pour votre attention. Ja, dankjewel inderdaad, dames en heren, hier in Brussel. Ook de mensen die ons volgden via Facebook Live. Het spreekt voor zich dat Eddy Hazendonk nog steeds ter uw beschikking staat om vragen te stellen. Alle vragen die met auto's en BMW en zo te maken hebben natuurlijk. Net als Jean-Philippe Parrain, die loopt hier ook nog rond. Gabriel Goffoy hier bij BMW. En dan als u vragen heeft over Mini of meer uitleg wil hebben, dan kan u daar terecht bij Ewout van der Heijden. En natuurlijk kleinzoon van Charlie Cooper. Dankjewel, nog veel plezier vandaag op dit autosalon. Dank je wel, Sean.